Yo guys, Ledge hier. We hebben vandaag een nieuwe video en vandaag spelen we Minecraft Hardcore. We gaan verder waar ik ben gebleven. En dat is hier, in de mine. Zoals ik heb gezegd als vorige keer, ging ik zelf minen tot level 33. Dat heeft mij 2 uur en een half geduurd. Ik raad het niet aan om het met ores te doen. Dus ja, maar natuurlijk ben ik wel wat diamond onderweg tegengekomen. En dit is eentje ervan. Dat zijn er gewoon mooi 4. Dus laten we die mee pakken. Oeh. Oh. 7 diamonds. Had eigenlijk wel beter kunnen voor een Fortune 3. Meer mean niet, want we hebben nog meer diamonds. Nog 1 setje van 8 diamonds of zo, denk ik. En dat zal het zijn. Ja, dus trouwens die Depth Strider. En met die Depth Strider kan ik zo heel makkelijk en smooth door het water lopen. Dus dat is wel fucking ziek awesome. Jo, en hier zijn de andere diamonds. Dat zijn er al iets meer. 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16. Dus in totaal 24 diamonds. Ik zeg u met Fortune 3, oftewel krijg je 3, oftewel krijg je niks. Maar oké, dat is pretty awesome. 24 diamonds, ja, op zich kunnen we er iets mee doen, eigenlijk wel. We maken gewoon, ik weet niet, als we nu een setje gaan enchanten en het staat ons niet aan wat enchantment is, ja, dan gaan we even naar Nether, wat Nether quartz minen en dan enchanten we gewoon nieuwe shit snatten. En als we echt alles hebben geenchant zoals het wil, dan, dan moeten we gewoon nog wat endermans gaan killen. Oeh, en ik zie het bijna nacht wordt. Of komt de zon op? Hij gaat neer. De zon gaat neer. Yikes. Oké, ik heb ook extra kist gemaakt. Een beetje nog liggen minen. Een beetje maar. Dus, ik heb gezegd dat ik er heel lang over heb gedaan. Ik heb bijna alle kool meegepakt. Gewoon toch voor, hè. Voor die paar experience. Zo. Zo. Oké. Dan de rest van mijn diamond armor. Dat hier nog in ligt. Hold up. Aha. Even mijn eigen geprankt. But oké. Laten we eens zien. Protection 4. Oh, wacht. Ik heb al boots. Oeps. Respiration. Wat is respiration? Geen idee. But. But. Ja. Ga eens kijken wat deze boots hadden gegeven. Ja, skip. Rot op met je inbreking. Dan maak ik nog liever eventjes een broekie. Zo. Oké. En dan gaan we ook eens level 30 enchanten. En Breaking 3 Protection 3 had beter gekund. Maar we hebben motherfucking full diamond. Yes. Yes. En dat betekent dat ons oud armor officieel niet meer wordt gebruikt. En daar heb ik mijn eerste vriend al. En boom. 2 hits meer heeft het niet nodig. Ik was ook nog wat endermans tegengekomen. Ja, geen geluk gehad. Dus dat is jammer. Wat ik ook nog ging doen, juist voordat we op Enderman gaan hunten, is. What the fuck? Holy shit. What the fuck? Ja, loop weg, hond. That came out of fucking nowhere. Holy shit, ik verschoot mij de tyfus. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Een mini baby villager op een kip. Waarom is die geenchant? Kijk, die heeft iets. Er is iets mee. Oké, het is dood. Holy shit. Dat ding is. Ah ja, the fuck was dat ineens? Gast, ik heb nog nooit gezien. Al mijn jarenlange training waren bijna voor niks geweest. Ah, maar op zich. Wacht, ik kan het. Zo, wacht. Zo. Ik ben ook om Soul Sand geweest in de Nether. Om die Nether Ward Farm te kunnen maken.
Zo. Ik kan eerlijk zijn, ik vraag me af wel welk effect dat er stond op die dingen. Op die spider, want die had zo precies een potion ingenomen. Dus ja, ik vraag me toch wel af wat dat was. Ons mooi gat hier. Nu, mijn netherwaard. Hier, mooi. Ik heb 32 meegepakt. Het was vrij moeilijk om te vinden. Normaal gezien spawnt het. Ket, blijf 1 seconde van mijn hond. Dat was trouwens one shot kill. Boom! Oké, wacht. Just soul sand. Waar je trager over gaat lopen. Oké, en ik heb nog 8 over. Dat weet ik. Dat is de bedoeling. Dan ga ik even nog wat shit wegleggen. En ons goed amuseren met ons full diamond setje. Enderman, where the fuck are you? Son of a bitch. Geef mij gewoon maar de Enderman. Oeh. Ah, hallo. Hij heeft een enchanted bow. Oké. Give me the Enderman. Geen mini-zombie op je schikken, want scare the shit out of me. Wat de. Oei. Zo. Ik hou over iets. Oh, waar liep die weg? Ah, oh, wauw. Hey, bedankt voor de boog. Ik wou over iets praten. En dan ben ik vergeten over wat. Juist over mijn punten, ik weet het meer. Ah ja, die hond is mij ook trouw nu. Kom mee, doggo. Oké, we hebben Wolfie 3. Over mijn punten, waren mijn punten? Oké. Ja, nee of zo. Hangt er vanaf hoe hoog dat uw standaarden zijn gelegd, zal ik het zo zeggen. Als uw standaarden hoog zijn, dan waren mijn punten slecht. Als uw standaarden laag zijn en je vindt dat een paar herexamens kunnen en een tiener door is, dan vind je mijn punten goed. Dus ja, een groter tekeningetje moet ik er niet bij maken, denk ik. Ik denk dat het wel duidelijk is. Oh, nog een move. Maar je zegt, dikke armor. Is getting out of hand, now they're four of them. Oké, dat wordt volgende nacht. Ik ga kijken of ik nu nog snel kan slapen. Het is ochtend aan het worden, maar ik hoop dat die dingen niet te veel damagen. Oké, dat is ook zo ineens 4 of 5. Auw! Tegelijkertijd. Oké, een half hartje, dat is niet veel. Bitch. Kom hier, kut. Boom. Ja, zo doe jij mijn voordeur. Oké. Kan ik nog slapen? Yes! Oké, dan zijn we de volgende nacht af van die phantoms. Dat was mijn doel. Oké, oeh. Oeh. Oké, dat hou ik nog wel even of zo. Oh. Oké. Wat ik dus ook wou doen. Ik ga trouwens al zo nog uitleggen hoeveel buizen ik heb en zo. Ik heb nog een leuk verhaaltje trouwens. Ja, over mijn kutschool. Did I trigger someone? Because I don't care. Ik heb een stick nodig. Maar natuurlijk heb ik een intuïtieve stick. 16 blokjes. Zo. Ah ja, ga ik hier nog een huisje voor bouwen? I don't know, maybe. Oké. Zo. Oké, dan. The diamond made a freaking sword. Dan moet ik nog even aan een beetje experience komen. En dan kunnen we level 30 enchanten. Dus wacht, ik had hier toch een creeper gesniped, hè? Ja, als ik onder water ga, vind ik er wel een paar zeker. Aha, oké, perfect. Perfect, waar nog de experience van de creeper? Oké. En daarna kunnen we lekker een beetje bijpraten. Een beetje. Oh, nee, want. Nee, ja.
Oké, perfect. Dag hond. Ja, daar gaat mijn luck. Al geluk. Bane of Atrops is wel goed tegen. Moet ik het zeggen? Tegen gewone enemies. Dus ja, that's something, I guess. En dan ga ik zo nog wat drowned zoeken. Daar wat experience van proberen happen. En dan kijken of we een nieuw zwaard kunnen maken. Oké. Dat gaat wel al. Sweeping Edge 3. Ja, maar ik moet fucking sharpness hebben. Man, man, man. Ja, geef maar terug. Verdoemen. Oké, wacht hè. Dat gooi ik allemaal hier wel even in ofzo. Gaan eens kijken trouwens of dat we na een boek ons iets in. Look of the Sea. Ja, dat is op zich wel chill, maar ik wil niet vissen dus. Oké, maar. Daar is nog een soort van onderwater dingy. Dus misschien kan ik daar naartoe gaan. Of nee, ik wacht gewoon wel volgende nacht of zo voor die paar extra experience. Aha, maar ja. Deze experience ga ik claimen als ik zo'n heel laag level ben. Wat ik ook, maar dat groeit echt wel trouwens heel snel. Allee, ik kan niet klagen natuurlijk. Dat is toch mij te volgen. Oh, dat is wel heel lief, man. Check al die redstone. En het zit ook echt in elke tyfuskist vol met redstone. Deze sword had ik trouwens gedropt gekregen van een Witherskelly. Is wel leuk. Juist, dat had ik nodig. Dat had ik nodig. Oké. Ja, ja. Ik heb ook zand nodig. Of glas. Heb ik nog gewoon glas? Ja. Ik heb het nog wel, maar. Oeh. Wacht. Zo. Oké. Nee, geef terug. Dat was perfect. Geef terug. Geef terug. Oké. Geef mij nog snel één zandje. Oké, dan gaat dat mooi uitkomen. Oké, dan kunnen we 11 potions maken. Zo. Voor de mensen die zich afvragen wat ik nu aan het doen ben, ik ga nu glas verbranden. Ja, niet verbranden. Maar ik ga het branden. Zodat ik potions kan. Oh ja, zo glasjes voor potions kan maken. Ja. Ah, fuck. Ik heb nog twee nodig. Zo. Oké. Oh, dan gaan we. Ah ja, nee. Oh, dat wou ik doen, wacht. Oké. En met geluk hebben we hier al twee glasjes van. Oké. Boom, oké. Dan kunnen we. Was het zo? Hoe maak je een potion? Ah, ik kan wel een end crystal. Oh, ik kan een end crystal maken. Nice. Boom. You looking for this? Oké. Dus, wat we eerst gaan doen. Watch this magic. Dan moet je dat poweren? Nee. En netherwart. Oké, dan maak je die awkward. Awkward potions. En dan kunnen we de shit aan toevoegen dat we willen. Maar oké. Misschien wordt het wel tijd dat ik ondertussen over mijn punten ga praten. En ik zal dan ondertussen aan een huisje bouwen voor. Ah, wacht, het is klaar. Ja. Oké, nu is dat awkward. Wat we dan moeten hebben is die dingen. Nee. Where the fuck are you? Aha, hier, dit. Et voilà. Dan kunnen we potions van slow falling maken. Oké. Nice. Ik heb twee doggo's. Komt u mee? Oh, nu heb ik er twee. Doggo 2 en Doggo 3. Maar ik weet alleen niet wie Doggo 2 is en Doggo 3. En?
zijn ze klaar? Nee. Ja, Potion of Slow Falling. Woehoe. Oké. Wat we dan gaan doen. Zo. En dan gaan we terug eentje awkward maken. Mooi. Ja, zeg, stopjes met wenen. Maar goed, mijn punten. Hoe waren mijn punten? Hoe was alles? Hoe is mijn leven? Hoe ben ik verkracht geweest door mijn school? U komt het te weten. Ik heb evenveel herexamens als vorige keer. Dus vorige keer had ik 2 theorievakken. En 1 labovak. En nu is het exact hetzelfde. ja. Is dat goed of is dat niet goed? Zoals ik al zei, als je lage standaard hebt, dan is dat goed. Als je hoog standaard hebt, ja, dan is dat slecht. Ik heb middel standaard, dus ik vind het kan beter ofzo. Ja. Oké, okay, wacht hè. Ik heb hier trouwens de crafting table onder verstopt. Sneak 100. Boom. Ja, het zijn een beetje stom. Ik doe hardware, maar het zijn allemaal elektriciteitsvakken. Dus stik dat wel op mijn plaats. Kan je u afvragen? Ik denk wel dat ik op mijn plaats zit, maar ik denk gewoon voor 1 vak had ik gewoon niet goed geleerd. 1 vak was gewoon bullshit. En ook een beetje de schuld van mijn andere teamgenoten. Het was zo'n vak. En die dude zei in het begin van het jaar, ja, ik vind lesgeven niet leuk en ik zeg alle examenvragen tijdens de les. En ja, ik en mijn vrienden waren van, oké, okay, we sturen gewoon elke les 1 iemand naar de les. Wat we ook hebben gedaan. Ik had al mijn examen mooi, al mijn examenvragen zo mooi bijgehouden en al. En dan word je gewoon ineens genaaid door de teamgenoten omdat zij dat niet hebben gedaan. Dus ja. als ik u 1 ding mag aanraden, mocht je dit van plan zijn om in de toekomst ook iets te proberen, zorg er dan wel voor dat je teammates hebt die zo'n shit niet upfucken ofzo. Of zo letterlijk 1 iemand van mijn groep die dat zo wel fatsoenlijk had gedaan. En als een ander doet, ja, maar ik had maar 3 vragen gezien. Ja. Nee. Want de helft van mijn fucking kut-examen kon ik niet. Oké. Okay. But. Ik ga even een cobblestone trap maken. Zo. Het wordt trouwens terug bijna nacht. En dan kunnen we terug gaan jagen. Gaan jagen. Zo. Ik vind het toch nog leuk of zo. Dat ik toch nog iets bouw in mijn wereld, snapte? Zo. Oké. Okay. Ja, ik ben normaal gezien echt een bouwdeskundige. Maar omdat het hardcore is, geef ik wel minder fix of zo. Omdat het voor mij vooral de bedoeling is om gewoon Controlade de Ender Dragon te verslaan. Dus. Oké. Okay. Maar ik vind toch dat we iets cool aan het bouwen zijn voor onze. Ja, je snapt het. Oké. Okay. Ik heb trouwens dat ook een beetje gefixt. Mocht je je afvragen hoe dat ineens kon. Oké. Okay. Ik hoop dat ik genoeg hout heb. We gaan zo terug op jacht. Ja, ik ga dat doen, want jullie zijn aan het kijken. Oh, dat is niet genoeg interactie met je kijkers, godverdomme. Ik ga even toortjes hierin plaatsen, zodat het niet te donker is. Nee. Oké. Okay. En dan gaan we op jacht. Daar zie ik wel iemand met full diamond staan. Boom. Epic. Epic gamer moment. Wat is hij aan het doen? Kan ik hier een leuke screenshot van hebben? Dat gaat waarschijnlijk te donker zijn, maar I tried. Al lessig. Maar die ideeën zijn best om te overleven. Hoe kan het zelfs dat ik zo lang mijn adem kon inhouden? Ah, door Respiration 3 waarschijnlijk. Oeh, hallo. Nice, nu kan ik heel lang onder water blijven. Chill. Oh, nu kan ik. Ja, nu zou het pelpen. Aha. Jij moet weg. Kom dan. Oké. Okay. Yes! Ja, wie zet jij? Ik zeg, de Enderman doet letterlijk geen damage meer met mijn nieuwe armor. Holy fuck. Kijk, hè.
Sneak 100. Boom. Besef ook hoe fucking sterk mijn bow is. Oké. Nice. Ik zou ook wel graag level 30 willen bereiken, dus ik ga gewoon wat mobs killen. Fucking creepers. Zo. Ik denk als ik power 5 boog heb, dat ik alles maal zien zou moeten one-shotten. Want nu is zo heel af en toe. En ik denk dat die een half hartje verliezen. Door fall damage ofzo. En dat ik daardoor sommige mobs kan one-shotten. Hoe zit schapen zelfs nog in leven? Dat vraag ik me oprecht af. Want het zit hier vol met die. Oh. Aha. Dag jongens. Oh shit. Maar dit zijn er veel. Schik, fuck you door u. Oké, op zich. Ik hoop niet dat ik mijn zwaard nog ga moeten herstellen. Er waren trouwens vrij veel zombies, maar dat is goed voor experience. Ik ga deze enderpearl ook wel even. Oké. Wat heeft hij gedaan? Nee. Ja, waar is die fucking hoer? Ik fuck niet met fucking. Ja, jij moet echt stoppen. Ik fuck niet met dingen, met witches. Want witches zijn bitches. Hallo daar. Oh, fucking hell. Au. Welk level ben ik? Oh, veel te laag eigenlijk. Ugh. Ah, yo. Yo man. Hoeveel bogen ga ik nog krijgen eigenlijk? Ja, zeg, ik moet dat niet hebben. Despawn maar. Ik zie hier nog even mobs. Laat ik deze even allemaal pakken. Boom. Yeah, limited power. Boom. Oh, een diamond, een island sword. Met armor. Ah nee. Oké, okay. Armor heeft hem voor geen zak geholpen. Mooi. Level 29. Waar is hem aan? Oké. Okay. Ik heb hem nog wel even om level 30 te worden, I guess. Er spawnen wel heel veel creepers, maar ja, daar ben ik niks mee. Buiten wat gunpowder of zo. Maar op zich, we hebben toch al één enderpearl, dus het kon slechter. Oké, okay, ik dacht dat ik heel veel geld kwijt ging zijn. Maar ik ben eigenlijk gewoon quasi. Oh, dat heeft echt al mijn chestplate gepakt. Fucking hell. Moet wel wat minder gehit worden, want mijn chestplate leidt er wel aan. Hallo. Dat is toch altijd wel even spannend. No, ik heb meer experience nodig. Oké, ik heb nog altijd die 2 stick iron dat ik uit mijn oven kan halen. Ik ga even terug naar huis gaan. Ja, dat is een fucking teleurstelling. Oké, ik hoop dat die 2 stick iron genoeg is om mij naar level 30 te brengen. Oké, zeker. Zeker. Ah, oké. You better not disappoint me, man. Yes! Sharpness 4. Dat doet. En als ik dat nog eens samen doe met Bane of Atrop, zou ik normaal gezien alles moeten one-shotten. Dus laat ik dat doen. Dan heb ik. En dan kan ik misschien ook met mijn zwaard samen doen ofzo. En dan gaan we gewoon niks anders doen. En volgende episode gewoon niks anders doen. Dan dit afmaken. Want ja, ik kan niks anders doen ofzo. En onze zwaardjes samen doen. Ja, tuurlijk. Ik heb deze kist natuurlijk voor iets erbij geplaatst. Alleen zit mijn inventory vol met troep dat van mobs komt. Oké. Deze 2 zwaardjes samen. Ah, je mocht dat niet samen doen, dus waarom niet?
Oké, dan. Dat is jammer. Wat je wel mocht samen doen. Wacht, huh? Nu ging dat niet eens wel. Ah, ja, nee. Nee. Sharpness in ruil voor. Of atropots. Nee, 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 nee. Die kaart gaan we hier niet spelen. Loyalty 3. Oh, dat is fucking cool als je geen dingen hebt, hè. Een trident, maar ja, die hebben we niet, dus daar hebben we dan niks aan. Oké. Volgende episode gaan we gewoon ook nog een beetje verder doen. Dat zijn 3 awkward potions, dus daar moeten we iets bij gooien en dan wordt dat iets. Oké. Zwaartje, je hebt mij goed geholpen, maar... Ah ja, juist, dat ging ik doen. Mijn 2 bogen nog samen doen. Ja, ja, ja. Na-na-na. Power 5. Wacht. Unlimited. Power! Oké, ik ben wel aan mijn levels kwijt, maar... Holy shit, unlimited power. Power 5, fucking zieke shit. Maar ik ga deze video afronden. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer verder met Minecraft Hardcore. En dat zal de voorlaatste aflevering zijn. En daarna gaan we naar de Ender Dragon. Dus ik zeg ciao.